Hallo, ik ben Marlie Mootman en ik ben hier werkzaam op het Zonnecollege hier in Almelo. Ja. We hebben sinds 3 jaar nu hier een radio op school, een radiostudio. En daar wordt door leerlingen radio gemaakt. En dat doe ik met een teampje om me heen. En mij was eigenlijk de taak om de radio meer naar buiten heen te brengen. En toen bedacht ik dit idee en toen ben ik langs de directeur gegaan van... Goh, zie het zitten om het glazen huis hier op school uit te voeren? En zijn eerste reactie was ja. En de tweede reactie was, maar hoe gaan we dit doen? Dus toen heb ik met een aantal kaarttrekkers om mij heen het glazen huis bedacht. Straks worden om 12 uur worden 5 collega's opgesloten voor 24 uur. En die maken dan ook radio en die draaien plaatjes. En dat doen ze zonder te eten. En de opbrengst gaat voor het glazen huis naar een goed doel. En dit jaar zijn we op Kika uitgekomen. In de studio hebben we 2 camera's. Dat wordt ook live uitgezonden. En we hebben naast de livestream ook een radio. Dus je kunt ook kijken zonder beeld. Nou, wij samelen de komende tijd geld in voor Kika. Dus kinderkankervrij te maken. Dat is een fonds wat zich inzet voor kinderen met de vreselijke zieke kanker. En waarom opsluiten? Ja, waarom opsluiten? Dat is eigenlijk een beetje geïnspireerd op het glazen huis van 3FM, wat ook op dit moment bezig is. En een collega van ons met een paar meer, die kwamen op het geniale idee om dat hier na te bootsen. We hebben hier de ruimte. Dus eigenlijk vandaar hetzelfde concept eigenlijk. En het werkt gewoon heel goed. En we hopen heel veel geld op te halen. Het is de bedoeling dat we 24 uur in dit aquarium blijven. En nou ja, we gaan 24 uur zoveel mogelijk plaatjes draaien, zoveel mogelijk geld ophalen.